Ja, goedemiddag, goedenavond allemaal. Kunnen jullie me goed zien en horen? Als dat zo is, dan schrijf alsjeblieft een cijfertje in de chat, zodat ik meer of minder een idee heb over van hoe goed jullie me kunnen zien. Oké, wat mooi dat wij elkaar vanavond kunnen zien. Dat is dinsdagavond. Ik heb een beetje informatie voor jullie. Ik zie dat sommige mensen in de Engelse kamer al klaarstaan. En ik zie dat er zijn ook wel mensen in de andere kamers. Gaat het goed of niet? Ik zou graag informatie krijgen van al die kamers of alles goed gaat en of wij kunnen beginnen. Ja, prachtig. Dan gaan wij beginnen. Dus iedereen is al klaar voor de training van vandaag. En de reden waarom willen we dat webinar vandaag organiseren, dat is onze wens om het heel duidelijk voor jullie te maken wat er aan de hand is in ons bedrijf. En we willen ook dat jullie begrijpen hoe jullie de calculaties moeten doen, alles dupliceren en hoe jullie ook aan jullie teams kunnen verklaren wat er gebeurt in jullie, in ons bedrijf. Dus alsjeblieft niet gewoon luisteren naar mij. Ja, ik zal natuurlijk de meeste tijd praten, maar jij moet toch een papier en een pen hebben in je hand en je moet ook actief deelnemen en actief alles opschrijven. Ook actief noteren al die formules waarover ik vandaag ga spreken. Als je bereid bent om niet een passieve luisteraar te zijn, maar wel een actieve deelnemer. Als dat zo is, schrijf een plusje in de chat, alstublieft. Oké, bedankt, prachtig. Dus mijn naam is Mila Serdjukova. Als je misschien al weet, ik ben voorzitter van het Everish Partnerprogramma, hoofd van de afdeling Strategie. En ik ben de laatste sommige jaren heb ik mij ook bezig gehouden met corporatieve vragen van business. En ik wilde ook mijn kennis in verschillende gebieden toepassen van de ontwikkeling van ons bedrijf. En ik heb ook, dus ik ben ook de assistente geweest van onze directeur-generaal. Er zijn veel voorwaarden nodig, zodat alles goed loopt in ons werk. En ik hou natuurlijk ook van praten met mensen. Ik hou van houden de webinaren houden. En het zou natuurlijk ook heel mooi zijn als jullie bij het ontvangen van deze informatie ook deze informatie kunnen verder geven aan andere leden van uw team. Dat is toch belangrijk dat wij dezelfde taal spreken. Oké, genoeg over mezelf. En nu gaan we spreken over het onderwerp van onze bijeenkomst van vandaag. We hebben allemaal de veranderingen nodig. Wij voelen behoefte voor verandering. Bij onze persoonlijke groei hebben we wel veranderingen nodig. En als je kijkt wat er gebeurt in de wereld, ook in het laatste jaar. Jij weet toch dat er zijn heel grote veranderingen gekomen. En de mensen zeggen dat dat wat nu gebeurt, dat eigenlijk creëert het bepaalde raamwerk van onzekerheid. Maar voor sommige landen is het wel een tijd waar veel moeilijkheden zijn ontstaan in business, dus in de zakenwereld, maar ook in de relaties tussen de mensen. Maar het is toch ook tegelijkertijd de kans om te groeien en om een betere versie van jezelf te worden. Daarom kunnen wij gewoon dat wat nu in de wereld gebeurt als iets vanzelfsprekends accepteren. Dat gaat natuurlijk. Of wij kunnen ook naar voren gaan, naar nieuwe kansen zoeken, onder Dus, en niet bang zijn voor de veranderingen. En de ondernemers zeggen dat de beste tijden, dat zijn de tijden die prosperiteit brengen. En natuurlijk de ergste tijden, dat zijn de tijden waarin het bedrijf zichzelf verliest en over zichzelf vergeet. Dus wij moeten nu naar diamanten zoeken in onze ondernemingen. Dus dat zijn de mensen. Mensen die een groei kunnen
organiseren, zodat de wereld beter wordt voor iedereen van ons. Daarom bouwen wij ons business ook. En ik ben zeker dat degenen van jullie die al meerdere jaren met ons zijn geweest, jullie hebben wel gemerkt hoe ons bedrijf zich heeft veranderd. En jullie zien, wij hebben toch sommige nieuwe bedrijven gecreëerd. En we hebben eigenlijk ook een nieuwe wereld gecreëerd. Nieuwe methodes van geld verdienen en ook additionele geldbronnen hebben we ook gecreëerd. En er zijn natuurlijk wel bepaalde onbekende sferen, zoals blockchain of tokenisatie van de activa of de beurs. Dus dat zijn dingen die inderdaad heel nieuw zijn voor velen van ons. Maar het goed nieuws is dat als je voelt dat jij eigenlijk het te druk hebt, dan kun je eigenlijk zelf ermee klaar worden. En ik hoop dat na ons webinar, na onze presentatie, ik hoop dat jullie alles nog dieper kunnen beseffen. Misschien een beetje uitademen zelfs, zodat jullie ook voorbereid staan aan die veranderingen die er komen. En ik zou ook niet alleen maar spreken over hoe zich onze maatschappij, ons bedrijf heeft veranderd in de laatste jaren. Maar Apple is eigenlijk hier een heel goed voorbeeld. Wij weten iedereen wat Apple is. We hebben iPad of iPhone, een notebook. En zelfs als wij kijken naar de geschiedenis van Apple, wij zien dat sinds 1976 heeft zich dat bedrijf ook fantastisch veranderd. Wij kunnen ook kijken eigenlijk ook op het spectrum van de producten die ze hebben. Apple heeft vandaag eigenlijk een heel groot aanbod van verschillende producten. En deze producten hebben ook hun eigen segmenten, niches en voordelen. En zo is het bedrijf gegroeid. Maar alles begon eigenlijk met één product. Dat was een PC, een persoonlijke computer. Denk alleen maar hoe erg het was en hoe veel moesten ze werken om een van de grootste bedrijven te worden qua kapitalisatie. En daarom zijn de veranderingen onvermijdelijk. De veranderingen, ze brengen ons naar een betere toekomst. Zelfs als het soms moeilijk is om deze veranderingen te accepteren. Maar als jij terugkijkt naar je eigen leven, als je iets geanalyseert, ik ben zeker dat er waren veel veranderingen die jij in het begin negatief hebt waargenomen. Maar nu zult jij eigenlijk die gebeurtenissen op een heel andere manier evalueren. Jullie akkoord met mij? Hebben jullie allemaal deze situaties beleefd? Volgens mij heeft iedereen van ons zulke situaties gehad in zijn leven. Wij dachten, oh, deze situatie is het absoluut het ergste wat er met ons kan gebeuren. Maar nu is er tijd verlopen en jij weet dat jij door deze situatie veel meer hebt eigenlijk gekregen. En daarom hebben wij wel de veranderingen in ons bedrijf. Maar probeer om het gehele beeld te begrijpen. Waarom lopen de veranderingen? Wat zijn de voordelen van deze veranderingen? Wat zijn de voordelen van deze bewegingen? En veel van jullie zijn ambassadeurs van ons product, van ons merk. En ik wil dat jullie niet alleen maar aandeelhouder bent, maar een mede-eigenaar. Ageer als een eigenaar. En dat is eigenlijk iets waar jij ook wilt, een effectiviteit van ons bedrijf. En alles wat er gebeurt in ons bedrijf, daar zijn de veranderingen voor iets beters. Zelfs als wij dat soms niet begrijpen. Oké, we hebben dus bij ons erg veel verschillende kanalen, veel kansen om hulp te krijgen. En onze partners zijn eigenlijk al gewend aan die chats en zij communiceren daar. En zij werken niet meer in de persoonlijke accounts, die PA's. Maar alsjeblieft, na dit seminar, na onze bijeenkomst, volg de link, klik op de link die we hebben in verschillende
talen. Daar hebben we veel instructies, veel handleidingen. Die zijn ook een prachtig hulpinstrument voor jullie. Sommige van deze instrumenten kun je vinden in de persoonlijke gang. Sommige zal ik nu vandaag nog presenteren. En hier staan er heel belangrijke documenten die je niet zomaar moet lezen, maar ook wel begrijpen. En ook delen met de mensen die in je downline staan. Dus hoe jij een wallet op blockchain creëert bijvoorbeeld. Nummer 2, dat is een handleiding voor blockchain. Dat is ook een groot bestand waar gedetailleerd wordt beschreven blockchain. Wat dat is, hoe het moet worden gebruikt, statistieke gegevens enzovoorts. Dat alles wat wordt getoond op een blockchain, dat kun je daar vinden. Nummer 3, dat is de convertatie token crow naar tokens world crow. En dat is het belangrijkste onderwerp van vandaag. Dat is een handleiding dat je zou helpen deze convertatie te maken op een goede manier, op een correcte manier. En ook jij kunt hier het formulier vinden voor een aanvraag aan de support service. In je PA, dat formulier werd al in 6 talen vertaald. En daar is er ook een verklaring hoe je de convertatie kunt maken. En ook de verklaring van de laatste stappen. En ook hoe zal convertatie ook kosten. En last but not least, dat zijn de vragen en antwoorden. Dus we hebben meer dan 100 vragen en antwoorden voorbereid. Iets te maken hebben met crew en world crew. En dat zijn vragen die steeds opnieuw ontstaan. En als je dat document leest en als je ook deze informatie verklaart aan de mensen in je downline, dan zul je niet alleen maar je eigen tijd kunnen bezuinigen, maar ook veel tijd van onze technische ondersteuning, van Maria en veel andere mensen. En hier wordt eigenlijk een correcte, goede taal gebruikt. En dat moet je ook doen tijdens de coöperatie met je mensen. Als je hebt een oude vriend in je downline, misschien hebben deze mensen de gehele tijd gewoon geslapen. En plotseling zijn ze wakker geworden en ze zijn bereid om te ageren. En je moet natuurlijk ook belangrijke links te sturen naar deze mensen, zodat ze begrijpen hoe zij moeten zich activeren. Wat is dat conversie? Dus je kunt deze links gewoon graag kopiëren en doe zo dat jij deze links steeds op je computer hebt voor het geval dat jij plotseling die zult nodig hebben. En ook heel aandachtig bestudeer onze persoonlijke account. Daar is alles nodig wat marketing informatie die je nodig hebt. Zelfs als je klikt op tabblad instructies in die PE van Everidge, daar zijn er ook erg veel materiaal, instructies, presentaties. Die werden ook gecreëerd voor je. En u blijft, vergeet niet om dat te gebruiken. En natuurlijk het thema van vandaag, dat zijn de veranderingen in de convertatie van de tokens. En ik denk dat is een verrassing waarschijnlijk voor veel van jullie. Maar dat werd de vorige zaterdag aangekondigd door André Govratov in het kader van een besloten vergadering. En de beslissing heeft niet hij genomen. Maar dat is een beslissing van een groep mensen, van een groep ambassadeurs, die ook de kans hadden om te stemmen, te beseffen, om dieper te beseffen waarom deze convertatie nodig is. Volgens mij zullen deze convertatie ons eigenlijk terug ons naar MLCI brengen. Dus wat het betekent, mede-eigenaar te zijn van de globale investeringsportefeuille. Daarom is het zo belangrijk om focus terug te brengen bij onze gemeenschap, zodat de mensen in ons bedrijf additionele inkomensstromen creëren. En al die mensen in onze gemeenschap zijn mede-eigenaars van de globale investeringsportefeuille. En dat is het wat wij ook promoten, MLCI. Dus we hebben de beslissing genomen niet om de prijzen te veranderen, de prijzen van Crew, want deze prijzen
Ze worden bepaald door de aanvraag op de markt, maar ook de voorwaarden van de convertatie van tokens te veranderen. En als je kijkt wat er werd gecreëerd en jij ziet, er waren wel verschillende prijzen. Dus als je hebt al een bepaald aantal crew en je wilt deze ook converteren in World Crew tot 1 juli, ze hebben ook soortgelijke prijzen gehad. Dat wat jij nu ziet op je schermen en deze dus deze kortingen die bestonden er vroeger, maar misschien hebben sommige oude deelnemers niet genoeg tijd gehad. Daarom is het zo belangrijk om alle de mensen te contacteren voordat de convertatiekoers is veranderd. En iemand van jullie wil ook een vraag stellen. Bijvoorbeeld zeg maar, ik heb minder dan 9.999 crew, maar ik moet veel meer betalen dan 1 USDU. En wat moet je hier begrijpen? Iedere keer wanneer jij crew koopt, dus als je opleidingspakketten hebt gekocht, je hebt de bonus crew gekregen en ze werden eigenlijk ook gekoppeld aan een bepaalde dag, een bepaald datum in je PA, in je persoonlijke account. En als je de convertatie maakt, dan wordt eigenlijk deze transactie ook geëvalueerd. En daarom, als je had veel transacties in het kader van dat spectrum van 1000 crew, door 9.999 crew, als je 3 of 4 transacties hebt gemaakt, dan moest jij iedere keer voor iedere transactie, dus de koers zal zijn 2 USDU. Daarom moesten veel van jullie meer betalen dan 2 USDU. En je moet ook kijken op de voorwaarden. En jullie hebben ook wel begrepen wat eigenlijk waarom het hier gaat. Want die prijs is eigenlijk ook gekoppeld met de blocks op blockchain. En degene van jullie die deze convertatie al hebben gemaakt, jullie begrijpen wel dat jij steeds moet klikken op bevestigen, 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 bevestigen. En steeds als je klikt op bevestigen op blockchain, jij moet ook betalen. 1 USDU of 2 USDU enzovoorts. En daarom is het niet prijs voor de gehele omvang van de convertatie, maar dat is betaling voor de blok. Dat is heel belangrijk om dat te begrijpen. En wat gebeurt er na 1 juli? Absoluut nieuwe voorwaarden voor de convertatie. En dat is een heel belangrijk deel van ons webinar. Dus alsjeblieft, maak een screenshot. En jij kunt ook graag pieces maken per hand. Laten we nu alles samen calculeren. Want het is zo belangrijk voor mij om de volledige aandacht van jullie te hebben. In juli 2021 hebben we een eenvoudige formule die jij ook moet volgen. Dus vooral, dat is World Crew kosten minus Crew kosten plus 1% van World Crew. Laten we nu kijken op het eerste gedeelte van die formule, dus de World Crew kosten. Dat is natuurlijk een relatieve koers, wisselkoers. Dat wordt ook ingesteld door UGP Group. Dus dat noemen wij verschillende fases. En iedere tijd wanneer wij van de ene fase naar de andere fase komen, volgens onze businessplan en volgens het whitepaper, zal de prijs van World Crew stijgen. Begrijp je dat? Als je dat wel begrijpt, dan schrijf een plusje in de chat, alstublieft. Waarom is dat zo? Zeg maar van 1 tot 4 juli, zo regelmatig, zal het bedrijf de prijzen van World Crew dus vanwege de conversie zal de prijs zijn 0,1 USDU voor de doelen van conversie. Van 5 tot 13 juli zal de kost zijn 20 cent, dan 0,3 USDU, 0,4 USDU en vanaf 1 augustus 2021 zal de World Crew voor de conversie 0,5 USDU kosten. Dat zijn de tarieven die zijn gefixeerd en dat speelt geen rol hoeveel World Crew jij koopt en back office die koers wordt opgesteld heel concreet voor de conversie. Dus de mensen, hoe sneller ze deze conversie maken,
des te goedkoper zal het voor ze zijn. Daarom, wij noemen dat een relatieve wisselkoers. Oké, dat was het eerste gedeelte van onze formule. Dan crewkosten. Wat is dat crewkosten? Dat is de kosten van crew op de beurs Unitex. Dat is eigenlijk een levende prijs van crew, wat we kunnen zien op de Unitex-beurs. Dus ga naar die beurs en zult ook zien wat de prijs van crew is op dat datum, in deze tijd. Een koe, kijk, iedere dag om 12 uur, Moskouse tijd, van maandag tot vrijdag, er wordt geactualiseerd. En als je wilt heel concreet krijgen de informatie wat jij zult moeten uitgeven voor de conversie, je moet ook het tweede deel weten. Wat kost een crew op de exchange? Dus deze informatie vind je op de beurs Unitex daar. Want dat is een prijs dat is bepaald door de market. Door de conjunctuur van de markt. Ik zie er zijn hier nu vragen in de chat, maar de vragen beantwoord ik later aan het einde van ons gesprek vandaag. Oké. Dus de prijzen van crew, dat is levende prijzen op de Unitex-beurs. Van maandag tot vrijdag wordt het bepaald. Dan 1% van de world crew-kosten. Nog een component van die formule. Wat is dat? Dat is 1% van het voorwaardelijke world crew-tarief. Dat wordt toegewezen door UGP Group AG. Volgens de aangegeven wordt vermenigvuldigd met het aantal beschikbare tokens. En nu hebben wij drie componenten. We hebben reale waarde van crew, dus de kosten van crew. Dan we hebben ook gefixeerde kosten van world crew en ook plus 1% van world crew kosten. Deze drie componenten van de formule moet jij weten om de conversie te kunnen calculeren. Stel dat je hebt 1000 crew en die persoon wil ook deze crew converteren. Dus wij weten er is 1000 crew, dat is gefixeerd een constante 0,1 USDU. Dat is gefixeerd prijs van World Crew in deze periode voor de conversie van 1 tot 4 juli. Minus 0,05 USDU, dat is de kosten van de crew op de beurs, 5 cent. We zien bij Unitex voor crew, ook gefixeerd op een bepaalde manier. Dan komt er nog 1 USDU en dat 1 USDU, hoe wordt dat gecalculeerd? Van de eenvoudige formule, wij nemen dit 1000, vermenigvuldigd met 0,1 en dan gedeeld door 100. Dat is het. Dus jij krijgt 1 USDU en dat is 1% van World Crew prijs. Dus alles wat je moet doen is gewoon deze formule hier te vervullen. Dus 1000 crew vermenigvuldigd met 0,1 USDU minus 0,05 USDU plus 1 USDU. En we hebben aan het einde 51 USDU. En bij de convertatie moet je die formule steeds gebruiken. Dat is een formule voor de convertatie. Die toont jullie hoeveel jij gaat betalen. In USDU, dat dus 1% van World Crew, 0,05, dat is 5 cent. Dat is prijs op de beurs. En plus 0,1 USDU. En hier heb je de formule, hoe dat wordt gebruikt. En nu, alsjeblieft, schrijf me een plusje als je nu alles begrijpt. En schrijf een minusje als je nog steeds niets begrijpt. Oké, prachtig. Laten we nu een beetje terugkoppeling krijgen, feedback krijgen. Hoe is het? Hoe kunnen jullie deze informatie managen? Kunnen jullie deze informatie goed beheren of niet? Ja, in de Russische kamer
Ja, in de meeste kamers zijn er wel de plusjes alleen maar. De Manipuri-kamer hebben wij ook vooral de plusjes. En er een paar minusjes zijn er ook. Oké, in de Hindi-kamer zijn er ook meer plusjes. Ja, oké. En nu laten wij kijken, samen kijken. Iedereen heeft nu een plusje. Even. En oefen dat eigenlijk jezelf. Dat is belangrijk voor je. Dat is goed voor je om dat te weten. Vooral als je ook hebt mensen in je download die al lang geleden met ons zijn. Dat is misschien niet van toepassing voor de oude deelnemers. Ze hebben geen crew. Dus de nieuwelingen hebben geen crew, geen bonussen. Maar ik spreek hier over de nieuwe partners. Die hebben veel crew die ze nog niet hebben geconverteerd naar world crew. Nog steeds niet hebben omgeruild. Maar de nieuwelingen, jullie moeten hier eigenlijk niet rekening, niet calculeren. Dat is vooral eigenlijk gericht op onze oude partners. Dat deze oude partners, oude deelnemers begrijpen dat de tijd eigenlijk al oploopt. Dus de convertatie zal iedere week steeds duurder zijn. Dus de tijd loopt. Dat in deze week niet doet, dan zal het de volgende week nog duurder zijn. En dan nog duurder en nog duurder. Daarom is het zo belangrijk om te begrijpen hoe dat werkt. Oké, laten wij nu dat calculeren. Dus in 1000 crew. Met de vaste prijs van 0,3, zeg maar. Dus als jij zo zal 30 cent kosten, dat is mijn eerste vraag. Wanneer gebeurt dat? In welke week, in welke periode zal WorldCrew 30 cent kosten? En ik heb jullie gezegd dat jij moet noteren of alles goed behouden. Dus wanneer, op welk datum zal WorldCrew 0,3 USDU kosten? De Engelse Kamer komen er al de eerste antwoorden op die vraag. Therese heeft nu geschreven van 14 tot 20. Ja, inderdaad, dat zal in juli gebeuren en ik ga jullie tonen waar dat is op de slide. En je moet dan ook een screenshot maken als je dat nog niet hebt gemaakt. Het eerste cijfer, 0,3, heb ik hier genomen. 14 tot 20 juli, op een van de vorige slides. En waar komen de 20 cent vandaag? Dus 0,2 USDU. Waar komt dat cijfer vandaag? Wie kan het zeggen? Dat is de crew-wisselkoers in de opgegeven periode. Ja, iemand heeft al in de Engelse Kamer een correct antwoord gegeven. Ja, wij nemen dat van de unit tax. Exchange, dus dat is de prijs van de exchange. En de derde component, dat is 1% van de vaste prijs van WorldCrew. Daarom, als we nu alles goed calculeren, 0,3, 0,2, dan een x per procent, zeg maar. Wat zal dan het bedrag zijn voor de betaling? Wie heeft dat al gecalculeerd? Ik zie hier al een paar correcte antwoorden. Dus wat moet er worden betaald? Hoeveel zal deze persoon moeten betalen voor de convertatie van 1000 crew? Als wij al onze tanden en al onze gegevens hier invullen. Ja, er komen nu verschillende cijfers en ik ben zeker dat ook in de komen verschillende antwoorden. Dus 103, dat is het correcte antwoord. Laten we nu samen.
Dat is goed. Degene die hebben gezegd 101, dat is ook goed. Maar waarschijnlijk hebben jullie dat 1% daar niet. Dus het is heel mooi dat jullie dat wel doen. Maar goed antwoord is een 103. Ja, correct. Stel, vroeger er waren alleen maar 51 dollar. Nu is die ook vroeger. Nu zijn dat al 103. Dus het eerste deel kun je heel makkelijk calculeren. 0,3, 0,2. Laatste, dat is 1% van de vaste prijs. Dus vaste prijs van World Gold, dat is 0,3. Ja, en dan gedeeld door 100. Je ziet dat dat het eerste deel is in 100. En dan het ja, dus wij maken hier deze calculatie. Wij volgen en wij hebben 103 USDU in het, als resultaat. Ik hoop dat jullie allemaal nu wel goed begrijpen hoe de formule werkt. Ik hoop dat jullie allemaal dat en alsjeblieft schrijf een plusje als jij wel een beter begrip gekregen over hoe de calculatie moet worden gemaakt. Goed. Bedankt, bedankt. We hebben wel een goed feedback. Hier gaan we op sommige vragen kijken die jullie zo vaak stellen. Dus waarom gebeurt dat? Waarom moeten wij niet alles zo laten liggen hoe het is? Al deze waarom, al deze vragen. Dus in het begin van de inkomst vandaag, ik heb gezegd dat de veranderingen zijn onvermijdelijk. Overal, ook in ons bedrijf en eigenlijk om aan onze doelen te voldoen, onze taken. We hebben toch die visie, 15% van de wereldbevolking die opleiding krijgen in onze academie. En dan hebben we ook ons ecosysteem ook uitgebreid, nieuwe instrumenten ook toegevoegd. Eigenlijk onze doelen zijn ook gestegen. En wat konden wij vandaag zien in onze maatschappij, in ons bedrijf? Wij krijgen niet genoeg financiële middelen om goede betalingen te maken uit de leiders, voor de leiders. We hebben niet genoeg middelen voor de investeringen in de portefeuille en voor de uitbreiding van de portefeuille. Deze rendementen uit te betalen aan de mensen. De mensen krijgen geen rendementen, dan zullen ze ook hun tokens niet waarderen, want ze krijgen geen weinig melk daarvan. Maar we willen dat World Crew toch zo een geldkoe wordt. We hebben toch bij een van de webinar verklaard wat eigenlijk het verschil tussen de stier en de koe eigenlijk. Ja, World Crew wordt ook steeds duurder. Maar wij willen toch allemaal een koe hebben die niet alleen maar duurder wordt, maar ook melk geeft, dus die ook rendement geeft. Daarom is het nodig om nog additioneel scenario hier te ontwikkelen, dat de mensen de mogelijkheid geeft om de crew sneller te verbranden. Hier op de scherm. Hoeveel mensen deze convertatie maken van crew tot world crew, des te meer tokens worden er verbrand. Dat zal tot een tekort leiden. En als wij hebben een crew beperking in de markt, dan hebben wij ook een grotere vraag naar. En als wij hebben een grote eis, jullie weten toch hoe dat is in de economie. Dus hoe groter de vraag, des te groter de prijs. En als de prijzen gaan groeien, geloof me, alleen maar de traders zullen op de beurs blijven. De meeste mensen zijn toch geen traders, hè? De mensen kopen nu crew, want crew zijn goedkoop. En want de mensen willen ook mede-eigenaar zijn in de portefeuille. En niet, want zij willen speculaties maken.
Ga je akkoord met mij? Schrijf alstublieft een plusje als je voortgaat. En de meeste mensen kopen groen niet, want ze willen trading maken, maar want ze willen ook goede voorwaarden genieten. Ook Groen en World Crew converteren, mede-eigenaar zijn. En het bedrijf heeft steeds beloofd dat eigenlijk de omruiling zal zijn 1 tot 1. En wij eigenlijk, wij houden ons woord. Maar ons doel is niet om een heel community van handelaars te creëren. Het is niet zo. Ons doel is om een grote geldportefeuille te creëren. Een investeringsportefeuille, beleggingsportefeuille. Daarom, vanwege de externe omruiling, is de prijs naar beneden gegaan. Maar nu, op de exchange, zullen de prijzen stijgen. En nieuwe leden, nieuwe deelnemers, nieuwe partners gaan dan direct via back-office in UGP de World Crew kopen. En zodra wij onze nieuwe partners de back-office focussen, dan hebben wij ook grotere omvang bij UGP. En daarmee stijgt ook de portefeuille. Naarmate er komen nieuwe instrumenten naar de portefeuille, we hebben ook grote rendementen. Kader van loyaliteitsprogramma en natuurlijk als we hebben groter volume in back-office, dan groeit ook ons netwerk inkomen. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Deze mensen willen dat er komen grote checks voor hun werk en ze zijn bereid om presentaties te maken, maar ze willen ook graag een beloning hebben. We willen niet gewoon maar de presentaties voor zomer maken. Dan de mensen gaan naar Unitex om daar te handelen. Daar hebben we wel heel goede omvangen. Maar Unitex is wel deel van ons ecosysteem. En World Crew heeft deze periode van de grendeling, van de bevriezing, 365 dagen. Naar deze periode zal dat token wordt gelisted op de beurs. Dat gebeurt nu zo met Crew en we kunnen niet toestaan dat de mensen, dat wij, gewoon deze tokens verliezen. Wij willen toch alle samen prospereren. Wij willen samen de nieuwe economische evolutie van de wereld opbouwen. Wij willen dat de mensen genoeg geld hebben voor de economische groei. Daarom willen wij de World Crew samen met marketingplan van Evo Rich een unieke en exclusieve mogelijkheid wordt die niet de gehele eeuw zal duren, die alleen maar in een bepaalde periode actief zal zijn. En Evo Rich is natuurlijk is een exclusieve partner van UGP Group en het maakt mogelijk om commissies te verdienen in het kader van marketingplan. Wij zijn het enige bedrijf dat dat heeft gecreëerd. Wij, dus onze partners, hebben per tijd een gebruiksmogelijkheid. Daarom deze logische keten die jullie hebben gezien op de scherm, die is eigenlijk ook een verklaring van wat er breekt eigenlijk. Token heeft ook zijn eigen geschiedenis. En dat zijn ook de utility tokens, de technische tokens. En diegenen van jullie die hebben deelgenomen aan de webinar, ja, en André Gavratov, daar was er sprake van dat token Crew wordt een onafhankelijk token. En al nu krijgen we verschillende aanbiedingen hoe wij dat token kunnen listen op de andere exchanges, op de andere beurzen. De prijzen van die token ook stijgen. En alle onze instrumenten kunnen op deze manier kunnen gecombineerd in één systeem. Daarom is het zo belangrijk voor jullie om aan jullie oude partners en deelnemers te verklaren dat jullie nu de commissie maken voor een goede koers, wisselkoers. Dus maak gebruik van de formule. En toon die logische keten ook aan die mensen waarom wij dat doen. Dus vertel daarover.
Dus leg eens webinar uit aan de teams. Help degene die corona workflow moeten converteren. Nummer 3, stel een actieplan op voor uw team. Conferenties, trainingen, webinars. Breng deze mensen terug, zodat wij dat samen kunnen ook plannen, hoe wij dat gaan promoten. En dat is niet alleen maar, dat zijn niet alleen maar YouTube-kanalen, maar wij willen dat deze mensen ook gebruik maken van verschillende informatiekanalen. Dus maak een opleiding voor je teams, word een coach. En nummer 4 is concentreer op Neo MLCI en op onze missie. En ik zal het nog een keer herhalen. Unitex, dat is natuurlijk een belangrijk instrument in ons ecosysteem. En dat instrument gaat natuurlijk grote inkomen brengen naar onze portefeuille. Maar dat is natuurlijk een eigen bedrijf. Maar wat gebeurt er nu? De mensen speculeren, de mensen verdienen ermee. Niet iedereen wil een trader worden. En als wij de speculanten ook laten groeien, de handelaars laten groeien, dan kunnen wij eigenlijk geen nieuwe economische evolutie van de wereld opbouwen. De nieuwe economische evolutie van de wereld is geen trading, dat is niet goedkoop kopen en duur verkopen. We hebben wel een andere missie. Wij willen allemaal passieve inkomens hebben voor onze mensen. En die passieve inkomens zul jij ook kunnen geven verder aan de verdere generaties. We hebben tenminste 15% van de wereldbevolking daarvoor nodig. En we hebben veel instrumenten in ons ecosysteem. Veel van de instrumenten, ze existeren al in de realiteit. Global Unit Pay en de digitale garanties bijvoorbeeld. En ik ben zo gelukkig om mede-eigenaar te worden van EvoReach. We hebben unieke contracten. En dat is eigenlijk het wezen van MLCI Business Model. Hier is het mogelijk voor je om maximale inkomens te verstrekken. Hier en nu. En dat alles wat jij krijgt met je levensstijl, dat zal steeds ook met jezelf blijven. 10% van je inkomens moet worden bezuinigd. Ik hoop dat jullie weten nog wat zijn de 8 regels van de private investeerder. Dus daarom, hoe hoger je inkomens, des te meer kun jij ook investeren. Des te groter is ook je portefeuille en des te meer dividenden kun jij dan ook verdienen. En nu volg het belangrijkste nieuws van vanavond. En ik hoop dat jullie deze informatie nu heel aandachtig ook lezen. En dat is de informatie dat de geschatte overgang naar fase 3 van de World Crew implementatie zal plaatsvinden vanaf 1 september 2021 en de World Crew prijs zal al 0,8 USD bedragen. En nu heb je wel een nieuws dat jij moet ook delen met iedereen. Heel belangrijk om deze convertatie te maken tot 1 juli, zo snel mogelijk. Dat is dus 1 september. Ja, heel goed dat jullie het me zeggen, ja, 1 september. Dus daarom is het zo belangrijk om deze convertatie te maken en om je team te verklaren. Ja, in de Italiaanse Kamer is het zo dat op de slide staat de 1 augustus en niet 1 september. En de vraag is wanneer dus begint deze nieuwe fase? Ja, de 9e maand, dat heb ik uit mijn nieuws genomen. En ja, september eigenlijk. Maar dat zal ik nog een keer controleren. Je PA, kun je dan de informatie vinden? Laten we kijken en ons eigen onderzoek maken. En de gegevens nog een keer controleren. Overgang naar de volgende fase. Maar belangrijk is dat jij moet dat lezen, te weten krijgen en aan andere mensen vertellen.
Vooral als je nieuwe leden hebt in je organisatie. Dan kun je die nieuwe informatie ook vertellen en op die manier ook interpretatie een beetje promoten en stimuleren. Soms is het zo dat de mensen nemen de beslissingen heel lang, wekenlang. Heel erg belangrijk voor alle leden van je team om te verklaren wat deze conversatie nu al betekent. Dus voor 1 juli. Daar zullen er natuurlijk andere prijzen zijn en andere voorwaarden. En vandaag hebben de mensen veel beter koers dan wat wij zullen hebben op 1 augustus, zeg maar. En wij gaan natuurlijk nog een keer controleren in de PAE. Per maand. Volgens mij moet het wel september zijn. Ja, dat is het eigenlijk wat ik ook wilde zeggen. Ik hoop en ik zou ook willen dat ons webinar heel kort is. En ik wil dat nog een keer herhalen. Dat je moet niet alleen maar de mensen naar YouTube sturen, maar ook al die informatie geven. En ook de logische keten. Waarom werden deze beslissingen genomen? En heel belangrijk aan het einde is te begrijpen dat veranderingen steeds voor goed gaan. Ons bedrijf functioneert al 5 jaar en de beslissingen die we nemen zijn steeds goed. Investeren, dat is alleen maar 1 deel van business. En als professionele investeerster begrijp ik dat eigenlijk niet alle investeringen worden terugbetaald. Maar het is belangrijk om de mensen te verklaren dat de beslissingen die André Goratov heeft genomen, die gaat steeds voor het goede. De mensen zijn steeds een centrum van ons ecosysteem. En zonder jullie, jullie moeite, zouden we nooit dat kunnen bereiken wat we wel hebben bereikt. En laten we ons focus nu terugbrengen naar het feit. Ja, en dat was het eigenlijk. En tot de volgende keer. Dus bedankt voor jullie aandacht. En tot ziens. Ja, de vragen en antwoorden kunnen jullie ook krijgen bij de technische ondersteuning. Bij onze support service. Ja, ik heb eigenlijk met mijn stream ben ik eigenlijk al klaar, maar ik zie dat de vragen komen er nog. En natuurlijk zal het niet mogelijk zijn om vandaag om al die vragen te kunnen beantwoorden. Maar toch, World Crew, na een bepaalde periode, 365 dagen. En ja, dus nu alsjeblieft hier geen opname nemen. Dus na de conversie, na de staking, 365 dagen. Het wordt ontgrendeld en er is wel ook een tijdplan ontgrendelijk. En als je niet weet waar jij dus jij zult ook dat kunnen uploaden. En jij ziet wat er gebeurt met World Crew na de ontgrendeling.
Dat wordt ook gehandeld op de beurs, zoals Double Crew vandaag, peer-to-peer. Als we vergelijken crew met world crew, dan hebben wij wel een bepaalde periode. En daar. Dus maandelijks wordt er een bepaalde percentage van de world crews ontgrendeld. En er zijn ook instrumenten en staking. Zeg maar, en degene van jullie die een staking hebben, een programma Eventy. Geïnvesteerd, wees rustig. Er komt ook een smart contract voor al die mensen die crew voor staking hebben gebracht. Die later willen world crew converteren. Je gaat niet deze convertatiekoers moeten betalen. Wat ik al heb gezegd, er zijn ook bepaalde tijden voorgezien voor de convertatie crew voor staking. In het kader van de oude voorwaarden. Is rustig, als de tijd komt, dan zal het bedrijf ook bepaalde nodige veranderingen maken. En ik hoop daarmee de vragen te hebben beantwoord. Maken met staking Eventy. Bij Corona World Crew omruilen? Nee. Moeten? Dat is een slecht woord. Eigenlijk moet jij moet niet. Dat is jouw beslissing. Als je wilt, dan jij converteert. Als jij dat niet wilt, dan kan niemand je dwingen. Maar als je liquide geld wilt hebben, en crew kun je wel ook kopen en verkopen, maar prijs, dat is al een andere kwestie. Dan, dat is eigenlijk... ja, dus als je neemt de beslissing, dan... En dus de convertatiekoers zal zich ook veranderen volgens de formule die ik vandaag heb getoond. Maar natuurlijk is hier alles afhankelijk van de beslissing. De mensen zullen ook trading steeds maken en de speculaties, daar heb je ook voor nodig. Dus jij neemt de beslissing voor jezelf. En volgens mij is het zo dat ja... dat we eigenlijk al die vragen al hebben gediscuteerd. Als de marktprijzen van crew hoger zouden zijn als de prijzen van world crew, wat gaat er gebeuren dan? Al die wij hebben, er is een waarschijnlijkheid dat de prijzen gaan... zullen hoger zijn, maar als je vergelijkt wat is crew en wat is world crew, er is hier wel een verschil. Crew is een utility token. Hij is niet gebaseerd op de activa en hij heeft zijn eigen geschiedenis en zodat de crewprijzen ook stijgen, er moet een vraag zijn. Dus er moeten willen moeten vielen ook token te kopen. En er zijn al zoveel veranderingen met blockchain. Binance is er ook aan de hand en veel landen hebben ook blockchain bevestigd. En er natuurlijk ook veel tijd verlopen. En wat World Crew aangaat, er zal ermee ook veel dingen gebeuren, maar succes komt er niet in één dag. Gelijke World Crew en Crew, dan zal de globale portefeuille de grootste verschil zijn. Dus de rendementen, dat is alles alleen maar met World Crew gebonden. Daarom zullen de prijzen van World Crew sneller stijgen dan de prijzen voor Crew. Maar laten wij wachten wat de markt ons ook zal zeggen. Maar er zijn wel verschillende instrumenten. Met behulp van World Crew bouwen wij onze activa op. We hebben wij ook een loyaliteitsprogramma.
rendementen en jij wordt ook mede-eigenaar van andere activa. Terwijl Crew, dat is een utility token, die is alleen gebaseerd op feeding, maar er kan natuurlijk alles gebeuren. Bij deze tokens zal de prijs groeien en er komen steeds meer mensen naar ons bedrijf. Omdat ik al de vragen kon beantwoorden. En ik hoop dat onze juridische afdeling alle andere vragen kan beantwoorden. Dat is natuurlijk ook belangrijk dat onze vragen zijn niet zo een soort persoonlijke mening. Ook belangrijk om goed, correct de vragen te beantwoorden en ook goede antwoorden te kiezen. Daarom hebben we de vragen steeds aan het einde. En marketingafdeling, juridische afdeling, al deze vragen worden samengesteld, samengenomen en dan gecombineerd, zullen wij ook de antwoorden geven. En wij willen allemaal natuurlijk ook de goede antwoorden geven. En als jij beantwoordt de vragen van je downline, van je community, dan wil je ook natuurlijk correcte vragen geven. Okay, we hebben al 9 uur, Moskouse tijd is al tamelijk laat. Bedankt voor de aandacht en doe je het de volgende keer. Mooie avond nog toegewenst.